Goedemiddag lieve mensen, welkom bij een nieuwe video. Zoals jullie zien ben ik een beetje... Oh, hoe kan het nou? Ik ben op een zonnebank net geweest. Ik heb die lampen letterlijk uitgezet en ik ben gewoon weer rood. En ik wil op mijn gezicht niet meer rood worden, want het is slecht. Ik wil het gewoon niet. Maar het is toch weer gebeurd. Nu ben ik bij mijn volgende afspraak bij Arc of Beauty. Helemaal weer zin in. We gaan weer even... de kleine dingetjes bijwerken. Mijn frontje, mijn voorhoofdje. Ja, dus we gaan weer even de spuitjes erin knallen. Ja, zij worden dus ook echt boos dat ik onder die zonnebank blijf gaan. Het mag gewoon eigenlijk echt niet. Maar goed. Dit is gewoon echt iets wat ik blijf doen. Ja. Dus, let's do this. Partij verbrand, jongen. Wajo. Het is echt geen grap. Oké. Ik heb nu helemaal een glimmend gezicht. Ik heb allemaal verkoelende dingen op mijn gezicht gesmeerd. Maar goed. We gaan weer even werken. It's Friday night. Yeah. Voor de rest weet ik niet wat ik moet zeggen eigenlijk. Lekker man. Lekker beentje. Wie was dit? Buenos noches. Het is 1:00 in de nacht. We zijn klaar met werken. En ken je dat, zeg maar? Ik heb een iPhone. En ik maak heel veel gebruik van mijn iPhone agenda. En ik vind het, zeg maar, altijd heel chill als ik zie van, oh ja, morgen hebben we morgen iets staan. En dan, je hebt toch altijd van die rondjes, die bolletjes. Oh, als je iets in je agenda hebt, als je iets moet doen, dan komt het als een rondje. En morgen staat er geen rondje. En daar wordt mijn hoofd heel rustig van. Want ik heb gewoon echt helemaal zin om geen rondje te hebben morgen in mijn agenda. Oh, zo chill. Ik ga morgen trouwens wel in de avond met Mirjam naar de film. Daar heb ik echt heel veel zin in. En voor de rest helemaal niks. Nada, yente, the blue. Nothing on the planning. Very nice for me. Thank you very much. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe dag. Ik heb een pakketje binnengekregen van Chantal. Dan ga ik even deze ochtend mee beginnen. Om jullie te laten zien. Geen idee wat erin zit, want ik heb een verrassingsding laten samenstellen. Oké, wat hebben we hier? Een basic hemdje. Heel mooi. Hele dunne bandjes met rekking stretcher in. Zit mega chill. Ik vind op zich dat mijn borsten er heel mooi in uitkomen. Gekropt. Super kort. Heerlijk. Een stoffie. Dan hebben we deze top. Crème, nude, off shoulder, katoenen stof, ook weer een heerlijk stofje. Dan deze, trui, gebreid, gehaakt, hoe je het ook wil noemen, off-white,
gekropt. Superleuk, toch? En de laatste, deze kool, grijs. Met deze leuke gouden knopjes aan het eind. Ook weer mega zacht. Echt heerlijk. Ik denk dat ik deze vandaag lekker aanhou. Het is lekker warm. Goed. Dit was alles van Chiquelle weer. Gebruik vooral mijn kortingscode. Ja, als je nu bestelt is binnen een dag binnen zoiets. Dat is echt zo snel altijd. Ik zou zeggen, check de site even. Ze hebben weer allemaal leuke nieuwe dingetjes. Waaronder deze. Ik zet de links in de beschrijving onder deze video. Ik meen wel echt, waarom stopt dit niet? Dit, al die was die de hele dag aanstaat. En er komt gewoon geen einde aan. Het is echt vreselijk. Ik ben letterlijk elke dag aan het schoonmaken. Elke dag. Maar dan gaat het begint mijn kind ook weer. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Alle aandacht heeft mijn kind nodig. Nou, eens kijken maar even. Ik ga dit nu eerst afmaken. Maar goed. Dus, dat is dus de reden dat ik 's ochtends fit moet zijn. De hele dag moet ik fit zijn. Ik wil me fit voelen. Ik wil me nooit meer in mijn leven slecht voelen. Ja, ik kom! Ik heb weer wat nieuws. Ik mag namelijk geen pure hagelslag meer. Als ontbijt. Dus ik doe nu... Dit, zeg maar. Hoe heet het? Shio bessen, weet ik veel. Cranberry. Uit. Moet jij nou weer? Oké, ik zit met mijn moeder in de auto. Hoi mam. Hoi schat. En met Jill. We gaan even op babybezoek. Bij iemand die ik van vroeger heel goed ken. Remy. Ja, Remy. Maar zij is ouder dan ik. Ja. Ja, zij is ouder dan ik. Want zij heeft vroeger nog op mij gepast toen ik baby was. Ik zag haar altijd haar als moeder. Maar... Oh. En ik zag haar altijd als mijn grote zus, hè? Je nagaan, het gaat allemaal zo snel. Nu hebben we zelf kinderen. Die mensen zo lang niet gezien, gewoon. Echt gek is dat. Dus dat gaan we even doen. De Westentoren. Ik kom er net achter dat volgens mij ben ik voor het eerst echt... Oh nee, we zijn bij Artis geweest natuurlijk. Maar ik heb het idee dat ze nu pas een beetje echt iets van Amsterdam ziet of zo. De drukte en zo. Leuk, hè? Al deze mensen. Het is ook echt super lekker weer. Dus dat is echt leuk. Hoe kan het? Gisteren was het echt pokken weer. Nu is het mooi weer. Kijk, ik vind het helemaal leuk hier zo. Wil je in Amsterdam wonen? Amsterdam. Nee? Oh. Ben je de poesje leuk, schat? En we weer gaan slapen voor jongens. En daarna Jill. Een week daarna ben Julie. Wat doet de poesje? En de hondje? Die riep het bloed. Wat doet de hond? En dat was mijn geluk. En toen ben je meteen in de vorm gegaan. Mooi hè, poesje. Babyboek. Het was een soort kat in kaplaars. Ja. Man, weet je wat zo bizar is? Ik zie letterlijk mezelf hier liggen, hè, met jullie. Kijk, je moet deze aandrukken. Mijn vader. Van deze foto. Oh my god. Ja. Heb je dit aan? Dit zijn dus wij. Vier verdiepingen. Drie verdiepingen. Maar Gochi en Remy. Maar we hebben dat opbouwen. Dat is een dochter. Dat is schattig. Het is gewoon toevallig dat je allebei een dochter hebt. Ja, dat is ook wel echt. Oké, thuis. Ik ga even al mijn wasjes doen. Want dat had ik toch nog even laten liggen. En dan ga ik heel snel bij Sophia eten, bij Ferry. En dan ga ik bij Mirjam naar de Filmpathé Arena. Hoe heet die film? Greed? Ja, Greed. Cheers. Ja, dit is Cassis trouwens. Oh nee, niet. Dit staat eraan. Ik zit gewoon volle gast te liegen, wat erg. Goeie combi ook. We zitten en Mirjam heeft zo zin in de poep hoor. Kijk maar. Oh, het valt nog mee. Ik dacht dat het hele ding om ging. Dan zou ik huilen als ik het niet meer gehaald. Cheers to this. Oké. Home, heerlijk in bed. Zaterdagavond op tijd in mijn bed. Helemaal blij mee. Morgen weer een brunch namelijk. Dus heel druk morgen. Iedereen nu toevallig dat ik het tegen jullie zeg. Omdat ik het laatst eens over die aanbetaling had toch.
Iedereen heeft netjes aanbetaald. Dus ik weet ook zeker dat iedereen er is. En dan komt iemand niet. Ja, wat een match, Kayla. Ik voel dat mijn botox begint in te werken. Dus jullie zien mij morgen, jongens. Lekker fris en fruitig. Bye. Sorry, maar ik vind dit programma zo schattig. En ik ben zo gek van haar. Wat is dit een leuke vrouw, zeg. En ik vind het zo schattig hoe nerveus deze mannetjes worden. Ze worden echt helemaal onzeker. Het is echt heerlijk om naar te kijken. Goedemorgen, ik ben alweer ready voor de brunch. Ik ben zo blij met de make-up van Charlie Tilbury. En ik kreeg ook toevallig best wel veel reacties of ik een video wilde gaan maken ervan over. Dus dat ga ik even binnenkort doen. Dat wilde ik eigenlijk net doen, maar ik redde het niet. Dus ik denk ik doe het een andere keer. Maar die lippen ding is ook echt perfecte kleur gewoon. Kijk. Nu heb ik even een beetje daglicht erbij. Dan zien jullie het nog beter. Kijk hoe mooi. Ik heb echt een glow. Ik ben echt helemaal blij ermee. Alleen ik heb natuurlijk wel een beetje last van droge schaamlippen. Ik heb nu alleen die potlood ermee ingekleurd. Die Pillow Talk van Charlotte Tilbury. Oh my god. Ik ben helemaal fan. Ik ben er helemaal blij mee. Precies allemaal. Lange shit. Lange vrienden. Wat zeggen we? Die we hebben. We leven van de steeds. We willen dit niet. Come on and take my hand. And make me like cry. Don't you feel like the bomb of death. Goedemorgen, lieve mensen. We zijn weer een dagje verder. De brunch was helemaal geslaagd. Echt een heel leuk weer een keer wat anders. Wat is er nou, schat? Lukt het? Jill wilde zelf, ik ben weer aan het schoonmaken, maar Jill wil zelf met die surfer schoonmaken, maar het lukte niet. Ze heeft waarschijnlijk net zoveel geduld als de moeder. Dus ze werd net helemaal lijp dat ze die surfer niet kon bewegen. Wat doe je allemaal? Maar denk dat je schoon bent. Gadver. Het is echt heel vies. We zijn nu... Waar zijn we nu eigenlijk? Akersloot? Avezaad. Bij Peter Donkersloot. Die de schilderij heeft gemaakt. Goed. Doei, dankjewel. Hartelijke groeten. Doei. Ik hoop die tekst bij je. Ja, dankjewel. We hebben dat schilderij opgehaald van Jules en mij. Die Peter Donkersloot heeft getekend. En die wordt in mijn huis opgehangen. Super lief cadeautje van Nonna. Van Nonna. Poepoe. Kijk hoe vet. Leuk vrouwtje. Nou, is dat zijn vrouw? Ja. Oh, dat is zijn vrouw? Ja. Oh. Echt nou wat. Heel leuk mens. Nu gaan we weer terugrijden. Ik heb echt hele leuke gesprekken met mijn moeder onderweg in deze auto. Het is echt... Oeh, dit is echt heel link. We hebben echt een uur lang over het verleden geluld. Over haar leven. En we zijn er toch wel achter dat ik best wel op haar lijk. Moet jij haar jas niet uittrekken? Nou, weet ik niet. Misschien te koud. Nou, hier in de auto niet, hoor. Wie is dat? Wie is dit? Schilderij? Jullie, hè? Mijn mama.
Morning people, het is vandaag dinsdag. Oh, ik zie bijna mijn tiet. Wat gaan we vandaag doen, Jill? Ja, jij wil eruit, dat weet ik. Het lukt me elke keer, ze wordt dan rond 7:30 wakker. Het lukt me elke keer om me nog een 30 minuten in bed uit te stellen. Ik geef een fles met pap in bed en een appel in bed. En dan gaat ons ochtendritueeltje beginnen. Die is iedere dag hetzelfde. Ik neem jullie mee. Misschien dat ik even een TikTokje ga maken met zo'n... Ja, je mag eruit. Met zo'n spraakmemo eroverheen. Dat zie ik bij iedereen natuurlijk. Dus ik moet toch even een keer dat proberen. Ja. Ik ben echt totaal niet actief op TikTok. Zonde eigenlijk, hè. Maar het is gewoon veel werk allemaal, man. Oké, ik ga... we gaan even met Desiree en Frenkie afspelen. Met je vriendje die je al 10 jaar niet hebt gezien. En... We hebben straks een verjaardag van Sanny, van de familie. Ik ben lekker vrij, we gaan eten bij Mr. Porter. Ik had heel erg getwijfeld of Jules zou meenemen, want Coco en zo gaan ook allemaal mee. Maar morgen moeten ze naar school zijn, dan wordt het gewoon te laat, weet je. Dus dat is gewoon niet echt handig. Nee. Oké, okay. Jules, we gaan even een TikTok maken, dus we beginnen even deze ochtend opnieuw, ja? We moeten even doen alsof je nog een fles krijgt en een appel. Goedemorgen, hier een dagelijkse ochtendroutine van ons. Jill wordt wakker om 7:30. Dan gaat ze eerst een flesje drinken in bed met pap. Dan zet ik Teletubbies nog even aan, zodat ik het even kan uitstellen nog. Dan ga ik een broodje maken voor Jill. Lekker met wat boter, worstje met kaas. Zet ik er in de stoel neer, zodat ze even de klepje dicht houdt. Zodat ik kan beginnen aan mijn hele huishouden. Wat elke dag opnieuw weer het ritueeltje is. Eerst ga ik mijn hele bedje opmaken. Echt super leuk om te doen. Nee, ik vind het altijd wel lekker om schoon te maken. Hoor daar niet van. Dan haal ik alles weg wat ik 's ochtends allemaal op die rand zet. Zodat ik nog even een appeltje in bed kan geven aan Jules. Ik wilde het liefst zo lang mogelijk bij mij in bed hebben 's ochtends. Hier maak ik een sopje. Lekker alles opgemaakt. Ajax limoen. Dan de droger is klaar. Ik haal alle schone handdoeken eruit. Ik ben altijd blij als ik een handdoekenwas heb. Want dat vind ik altijd niet zo erg om op te ruimen. Dus dat is altijd wel chill. Dan de vieze wasser in. Een nieuw wasje draaien, lekker. Gebruiken we Witte Reus. En natuurlijk mijn wasverzachter van By Roxanne. Heerlijk. Dan ga ik even alles opvouwen. En opruimen. En dan, dan zijn we daar. Dan ga ik even kijken hoe ver Jill het nog volhoudt in die stoel. Nou, dat houdt ze nu niet meer vol. Dus dan moet ze op een gegeven moment eruit natuurlijk. En dan gaat ze me helpen. Echt heel erg fijn. Heel erg blij mee altijd als ze me helpt. Dan ga ik verder met de was. Dan alle troep weer in de prullenbak. De stoel schoonmaken is ook echt iets wat ik... heel graag doe. Ik vind het zo vies als die stoel vies is. Dan even ondertussen een theetje voor mezelf gezet. Ik probeer zo laat mogelijk te ontbijten. Dan gaan we eerst beginnen met de bank te stofzuigen. Doe ik ook iedere dag. Dan lekker de vloer. Alles goed stofzuigen. Stofzuigen doe ik iedere dag. De dweil bijna iedere dag. Hier heb ik nu de Swiffer Wet. Mijn nieuwe verslaving. Heel makkelijk en heel snel te pakken. Dus dan doe je het ook wel wat vaker. Dan alle kussentjes even netjes op de bank. Duurt ook 5 seconden voordat Jules weer een kussen pakt. Want ze maakt elke keer met een rits het open. Dan even dat allemaal opvouwen. Onze dekens. Ik kan niet wachten tot mijn hele huis alles nieuw wordt gedaan. Dan gaan we naar de badkamer. Alles even met een doekje eroverheen. Gewoon snelle jellen. Bleekie in de pot. Ook altijd wel fijn. Dan even, oh god, hier zat ik bijna naakt mijn thee op te drinken. Want Jules heeft een ritsentik. Alle ritsjes gaan open, iedere dag. En dan leggen we Julie de kleding klaar wat ze aandoet voordat ze in bad gaat. Hier even netjes neergelegd, speciaal voor jullie. Dan laat ik het badje vol lopen, doe ik lekker schwitsel erin. Dan ga ik, als zij in bad zit, ga ik naast haar onder de douche staan... Ga ik even snel ook douchen. Dan laat ik Jill nog lekker bij me in bad zitten. Zodat ik mijn haartjes kan doen. Oh, hier gaat het even verkeerd met de Dyson. Ik ben helemaal
fan nu van dit ding. Eerst vond ik het echt een vreselijk ding. Maar nu heb ik hem helemaal ontdekt. Ik kan er echt super goed mee omgaan. Zoals jullie zien. Nat. Nou ja, hij is echt easy peasy. Ik ben echt fan. Ja, dan mijn make-upje. Ik heb hier al mijn flawless filter van Charlotte Tilbury op. Dan Jewel uit bad gehaald. Die kleden we even aan. En daar valt mijn telefoon op de grond. Dan nog even snel mijn ontbijtje opeten. Ik probeer zo laat mogelijk te eten. Dan zetten we nog even de vaatwasser aan voordat we weggaan. Ja, ik gooi gewoon altijd die dingetjes erin. Want het maakt geen reet uit. En dan gaat hij dicht. En dan zijn we klaar om te gaan. Ja, en dan gaan we. Dit is ons ochtendritueeltje. Oh, mijn TikTok is af. Wat een werk hier. Mijn hele ochtendritueel hebben jullie nu gezien. Dit doe ik dus zeg maar iedere dag. Sinds ik een dochter heb van bijna 2. Met baby heb je dat nog niet echt hoor. Maar nu is gewoon alles wat beweegt en aan wordt geraakt is gewoon vies. En ik kan gewoon echt niet tegen troep in mijn huis. Dus het is gewoon iedere ochtend dit ritueeltje. Maar ik vind het ook wel echt lekker. Het is prima. Ik vind het ook echt niet erg om te doen. Want ik hou gewoon echt van schoon. Schoon, schoon. Nou, we zijn nu bijna op het Gelderlandplein. En dan gaan we even met de kindjes spelen. Ja. En dan duik ik daarna even lekker mijn bedje in. Schat, kijk eens. Iedereen zit erin. Leuk, hè? Ik ben echt trots op mijn TikTok. Ik ben echt trots op mijn TikTok. Hè, Jo? Ik ben echt trots op mijn TikTok. Oh, ja. Weet ik veel. Ik heb Jo opgehaald. Want ze kan niet zonder mij meer. Wat gebeurt er nou allemaal, joh? Oh, sorry meneer, dit is mijn schuld. Maar hij rijdt ook niet, of? Nee, joh, het is zo erg dit allemaal. En er rijdt daar politie, dus ik zet deze even neer. Bijvoorbeeld, hi, Nano Jo. Wij gaan nu even nog omkleden, want ik zie er niet uit. Jolie daarentegen is echt supermodel, gewoon. En dan gaan we... Oh my god, wat is dit allemaal gevaarlijk, joh. Wat iedereen aan het doen is hier. En dan gaan we eten bij... Mr. Porter. Okay. Ben je er wel eens geweest? Oh. Wie alles wat er is, vindt er maar in. Nee, je lust echt niks aan, hè? Maar oh man, dat niet, maar... Ik ga misschien een carpaccio of gewoon een biefstuk. Maar hou jij niet van... Jij houdt alleen maar van vlees, dus je geen vis? Jawel, maar bijvoorbeeld de vorige keer had mama echt gewoon vis gemaakt. Ja. Maar dan dat, weet je wel, sashimi. Maar ja, dan zo'n groot stuk en dan het echt gewoon in een pan doen, maar... Spugen, man. Vond je mijn TikTok goed? Ja, okay. Wij zitten in de taxon. Ja? Natuurlijk. Er komt zo een ribeye aan. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe dag. Jo heeft bij ons geslapen. En ik denk dat Jo vandaag meegaat naar school. Kijk maar, ze heeft de tas hier al ingepakt. Jules, ga je mee naar school? Ga maar mee dan. Ja. En bij mijn schoonmaakritueeltje hoort natuurlijk ook mijn bed opmaken. Ik ben nog altijd super tevreden met het Emma matras. En ik heb nieuwe dingen binnengekregen van Emma Sleep. En dat is een dekbed overtrek en een kussensloop. Mega zacht. Ontdek een nieuw leven van zachtheid. Het voelt ook echt heel zacht. Ik ga dit nu eerst even één keer wassen voordat ik het op mijn bed gooi. Dus dat gaan we even doen. Oh, het voelt echt mega zacht. Niet normaal. Het zijn 2 kussenslopen. En dan het dekbed. De kleur wit heb ik gekozen. Je hebt ook nog andere kleuren. Wauwie, het bed is opgemaakt.
Heerlijk, een schoon bed. En kijk, wat ik ideaal vind, is dit aan de onderkant. Dat je het dicht kan maken met knoopjes. Want dat is iets wat ik echt vreselijk vind als dat niet zo is. Want dan vallen net dat je lakens eronder uit. Dus dat is top. Ja, voor de rest heb ik eigenlijk niks op aan te merken. Ik ga er nu lekker een nachtje onder slapen. Goedemorgen. Ik dacht eerst even een nachtje uittesten voordat ik mijn mening geef. Ik heb heerlijk geslapen onder mijn nieuwe beddengoed. Dus dat is fijn. Het is echt, het is zacht, maar het is wel echt katoen. Je hebt ook op de site een satijnversie. Ik denk dat die ook, ja, dat dat weer heel anders aanvoelt. Maar ik heb voor katoen gekozen omdat het lekker ademt. En ik weet niet, mijn huid is snel geïrriteerd. Dus ik wil tegenwoordig alles met katoen. Dus dat is super chill. Wil je dit nou ook? Gebruik dan vooral mijn kortingscode die je hier in beeld ziet komen. En ja, ik ben ook heel erg benieuwd naar de volgende producten die ik binnenkrijg. Want dat zijn de kussens en ja, het dekbed. Dus daar ben ik ook echt mega benieuwd naar. Dat ga ik jullie in mijn volgende video laten zien. Ja, ik ben helemaal blij weer hiermee. Echt, en ze hebben super veel dingen. Dus ik zou zeggen, check het sowieso even. En gebruik vooral de kortingscode. Oké, ik heb Jewel en Joe allemaal naar school gebracht. Nu ga ik even snel de hele omkleden, alles doen. En dan ga ik met Deem beginnen. Aan mijn balkon. Aan ons balkonnetje. Dus vandaag wordt even een drukke dag. Ja, want ik wil mijn hele balkon omtoveren naar een heel leuk mini paleisje. Dat ik het echt bij mijn woonkamer trek. En ja, dat gaan we even in stappen doen. Maar vandaag gaan we het hele balkon leegruimen. Even langs IKEA van alles gaan doen. Dus ja. Nou, nu ik toch nog een uur op Damien moet wachten, die altijd te laat is, ga ik maar weer even een TikTokje maken. Van mijn dagelijkse make-up routine. Dus hierna zien jullie weer een leuke TikTok. Vandaag laat ik jullie mijn Daily Glow make-up routine zien. Hier gebruik ik mijn CeraVe dagcreme. Dit is een crème die je ook op je lichaam smeert. Maar dit kan ook voor je gezicht. Dit gebruik ik alleen overdag. 'S Avonds gebruik ik altijd mijn vitamine C serum met Natura Bise crème. Wat iets voedender is. Dan pak ik mijn voorste haar plukken. En dan maak ik die eerst vullend met mijn duizenden. Dus die kant dan de andere kant. Dan zorg ik ervoor dat dat goed uit mijn gezicht is. Met een roller. Zo, kijk, daar gaat hij. Klemmetje erin. Zo, die zit vast. Haar uit mijn gezicht. Nu kunnen we beginnen met de make-up. De Flawless Filter van Charlotte Tilbury. Deze gebruik ik als foundation voor het glowy effect. Ik heb hem net nieuw en ik ben helemaal verslaafd. Dan dep ik het even allemaal uit met mijn, volgens mij is het foundation kwast, ik weet het niet. Eroverheen gaat de NARS. Om het een beetje iets minder glimmend te maken. Doe precies hetzelfde met die foundation kwast. En dan ga ik mijn, jeetje, hoe heet het ook weer? Nou, ik kom er niet op. Oh, wat erg. Dit is ook van Charlotte Tilbury trouwens. Voor die, oh ja, de highlighter. Ja, wow. Dat is gewoon man. Dit is Jeffrey tussendoor. Sorry. En kijk, dan krijg je dus echt een beetje die shining effect boven je wangetjes. Het is trouwens de golden kleur. Weer met diezelfde foundation kwast. Ik moet echt meer kwasten aanschaffen. Maar zoals de meeste van jullie mij kennen, ik ben hier niet zo goed in. Dan van Laura Mercier. De highlighters. De drie kleuren. Ik gebruik de donkerste. Voor mijn jukbenden, beenderen, benderen, weet ik veel hoe je het noemt. In ieder geval dat ik even een beetje die, daar die donkere kleur effect heb.
kijk er ook zo charmant bij. Echt niet normaal. Goed in het nekkie, in de hals. Lekker, ik hou van bruin. Dan gebruik ik mijn HEMA favoriete wenkbrauwgel. Die gebruik ik al 10 jaar of zo. Allerbeste, allergoedkoopste. I love it. Dan gaan we door naar de beste en goedkoopste mascara die er bestaat. Van Volumen. Jezus, wat is dat nou? Nou, volgens mij. Oh, Miss Porty. Dit is de mascara die als enige niet zwart afdrukt op mijn oogleden daarboven. Is echt top. Dan, oh my god, I love it. Dit gebruik ik sinds kort van Charlotte Tilbury. De Pillow Talk Set. Ik kleur mijn lippen in met de lippotlood van Charlotte Tilbury Pillow Talk. Soms gebruik ik alleen dit. Want dan, ja, is ook gewoon super mooi. Maar ik doe nu ook die. Dit is niet een lippenstift en niet een gloss. Het is er tussenin. Ik weet even niet wat de naam is. Maar ik ben echt helemaal fan van deze set. Vroeger gebruikte ik altijd MAC. Maar dit is echt mijn nieuw favorite. Helemaal blij mee. Oké, die is dicht. Dan gaan we mijn haartjes even doen. Met mijn Dyson deun. Zo, mooi bootje. Wat zie je er toch heerlijk uit. Niet normaal. Kijk eens. Het is toch niet normaal. Echt shiny. Ben je toch lekker bezig in de vroege morgen. Nog even in het daglicht. Nou, dit is mijn Chloe make-up routine. Thanks for watching. Bye. Zo, nou. TikTok zit erop. Ik ben nog steeds aan het wachten. Weet je, ik ga alvast beginnen. Ik ga alvast de dingen hier op de gang zetten die uit huis kunnen. Laat ik eens wat gaan ondernemen alvast. Kijk, ik zal jullie even laten zien hoe mijn balkon er nu uitziet. Kunnen jullie het even goed meekijken? Zo. Dus gewoon zeg maar niks aan. Kijk, die hangt. Mooi, hè? Zo. Helemaal blij mee. Mooi idee. Oké, okay, ja, tuurlijk. Oké, okay, het is helemaal leeg. Kijk, mam, het schilderij hangt. Hè? Oh ja, mooi. Oh mijn god, we moesten dus die bank waar ik nog nooit op heb gezeten, op mijn balkon, moesten weer uit. En het is echt heel spannend, want ik ben zo bang dat hij eruit glijdt. Nee, hij rijdt niet met achter ons. Dus... Ja, nee, dan glijdt die bank eruit alsnog. Oh, ja. Oh, ik heb het alweer bloedheet. Het is echt heel mooi weer. Eén dag mooi. Wat is er? We zijn in de IKEA. Heerlijk weer. Dus we gaan even goed nadenken wat ik allemaal nodig heb. Leuk plantjes voor het balkon. Dit kan echt niet. Dit ziet er niet uit, hè? Echt. We komen voor het balkon. En uiteindelijk ligt dit in het winkelwagentje. Alles voor in de keuken. Omdat ik dankzij mijn collega een tik heb gekregen. Jezus. Allemaal opbergdingen. De organizer ga ik nadoen. Echt heel veel zin in. We hebben alleen nog niks voor het balkon. Oké. Ik wilde eerst dit. Maar nu zie ik dit. En dat vind ik iets mooier, denk ik. Kijk. Dat is een beetje goedkoper. Als je dit neerlegt, wordt het dan zo neergelegd? Of zo? Kan het ook zo? Nee, kan het ook op deze manier, om en om. Ja, ja. Want dat is wel leuk, vind ik. Wat, bij die? Nee, bij die. Kijk, ik vind dat lelijk, maar dit vind ik leuk. Ja, dat kan ook hier. Maar misschien is dit dan wel beter, hè? Waarom? Makkelijker met kleine stukjes in plaats van dit. We gaan voor dit. Feit. Ja. We zijn heerlijk bezig. We zijn heerlijk bezig. Hallo meneer. Goeiedag. Ik ben echt gesloopt houden. Maar goed, we hebben wel echt veel gedaan. Dus, nu home. Dit ga ik morgen even doen, want ik wil dit vandaag wel gaan studeren. Maar ik wil even een leuke TikTok maken, maar ik kan niet meer. Maar ik vind het leuk om zo'n leuk TikTokje te maken met hoe het eerst is en daarna. Jeff is nu even met Jules bezig in bad en zo. Want die is van de crash gehaald. En dan
gaat Jeff lekker even koken. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Want ik doe helemaal niks meer. Goedemorgen lieve mensen, welkom bij een nieuwe dag. Nou, wij zijn allemaal helemaal aangekleed. Alles is gedaan. Jules vraagt helemaal in het roze. Pink. Ik wil echt gaan beginnen met die spenen af te leren. Maar ik heb er nog even geen geduld voor. Want het wordt natuurlijk krijzen. Ik probeer hem al eigenlijk, als we weggaan en zo, helemaal niet te geven. Alleen nog maar 's nachts. Ik kom niet uit mijn woorden. Ik heb geen conditie, het is echt verschrikkelijk. Oké. Lukt dat? Ja? Dit speelgoed is zo geweldig, jongens. Ik had de tip al gegeven op mijn Instagram. Het is van AliExpress. Ik zal hier ook wel even het linkje... Kom eens laten zien, mama, wat je hebt gekregen. Ik zweer, het maakt geen troep. Het is klein. Het is echt een vermaakje. Omdat er allemaal van die dingen aan zitten. Ritsen, dingen waar ze zich helemaal mee vermaakt. Plus het kost letterlijk 8 euro, mensen. Nou, echt. Beste tip die ik ooit heb gekregen in 1,5 jaar tijd. Dank je, nogmaals. Oh ja, wat ik zo ga doen. Mijn moeder komt die kleine zo even ophalen. Waar ik echt heel erg blij mee ben. Want die spullen die ik gisteren bij IKEA had gehaald. Ga ik allemaal helemaal fixen in mijn keuken. Ik ga mijn hele keuken reorganiseren. En dat wil ik echt even op mijn gemakje alleen doen. En dan ga ik weer even een leuke TikTok maken. Oh my god, deze video bestaat alleen maar uit TikTok. Yeah. Heb je hem? Wat goed! Trots op jou! Goed hoor, schat. Dus hierna komt weer een leuke TikTok. Oké. Klaar. Oh, heerlijk zeg. Helemaal blij ermee. Zo. Ik ben er nu ook wel helemaal klaar mee. Ik ga nu even nog liggen en dan ga ik eraan aan mijn werk. Oh. Goedemorgen. Het is een lange tijd niet gebeurd dat ik eerder wakker word als mijn kind. Het is inmiddels 8:30. Ik heb gedoucht, alles al gedaan en ze liggen nog te slapen. Dus ik moet nu wakker gaan maken voor schooltje. Daarna ga ik heel snel onder de zonnebank. En dan ga ik even een hoge drukspuit ophalen. Want dan wordt mijn hele balkon... gaan we schoonmaken, zeg maar. Met een hoge drukspuit voordat die platen erop gaan. Dus dat kan ik vandaag lekker even doen. En... eigenlijk moet ik ook deze vlog editen, maar ik denk dat ik dat morgenochtend doe. Dan heb ik toch een dikke neus in de ochtend. Dat is niet normaal. Oh, ik ben wel echt helemaal begonnen trouwens. Want ik heb nog 3 maanden de tijd voordat we op vakantie gaan. Ach, ik heb overal jeuk. Dus ik ga weer 3 keer in de week sporten. Maar echt. Want ik heb heel lang niks gedaan. Het is echt verschrikkelijk. Dus ik ben nu even een heel goed schema aan het maken. En het moet echt. Echter dan echt. Want het is gewoon over 3 maanden. Het is al juni, jongens. Ik moet gewoon echt strak zijn. Maar het lukt me niet. Oké, ik heb een zonnebank gepakt. Ik heb die hoge drukspuit opgehaald. Ik rij nu heel veel langs de Action. Want ik wil echt nog even
meer van die bakken hebben voor dat georganiseerd in mijn keuken, want ik heb er niet genoeg. En nu ik toch zo lekker bezig ben, ik rij wel even langs de Action, want daar zijn ze echt het goedkoopst. Daar bij de IKEA trouwens ook, maar ik ga niet nu naar de IKEA rijden. Dus het wordt even Action, dus ik zal wel weer daar voor een kassa staan. En uiteindelijk nog weer veel meer spullen kopen dan dat ik nodig heb. Ik mag alleen bakjes kopen, bootje, niks anders. Nou, 46 euro. Zo, tippen op. Dit is het enige wat eruit kon nemen. Dat meen je niet, toch? Nee, is dat eigenlijk. Oh. Oh my god, chill. Ja. Moet je kijken, ouwe. Ik krijg ook helemaal dat bladeren eruit. Echt? Wat lekker zeg. Kijk dan. Oh, wat verschil al. Zo mooi. Echt heel nice, hè? Wauw, kijk even die dingen. Wat? Dit is helemaal schoon. Oké, de vlog wordt super lang. De rest van het balkon, dat komt allemaal in de volgende video. Het gaat in ieder geval heel mooi worden. Bedankt voor het kijken. Check nog even de link. In de beschrijving onder deze video van het Emma. Alle dingen van Emma. Sleep. En jullie zien mij zo snel mogelijk weer terug met een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Doei!